Henk Kosters, goedemorgen. Hoe is het met jou, Henk? Met mij is het goed. Ja? Ik werk af en toe hier de bieb en af en toe vaak thuis. Ja? Maar wat rustige dagen, als er wat minder collega's in kantoor zijn, dan ben ik vaak in de bieb te vinden. Dus meestal is dat het eind van de week. En dat is wel een goede mix zo, want het is ook wel fijn om collega's live te zien en te spreken. En, ja, dat is toch ook wel, een ja. Een rondje te lopen en wat andere dingen te doen. Op een of andere reden kom ik bij alle iconen terecht. En we kunnen er lang en kort over praten, maar dat ben jij toch ook echt, want volgens mij zit jij er nog langer dan Maringen. Ja, ik ben ook wel wat ouder dan Maringen, dus ja, dat is sowieso niet zo moeilijk. Maar ik ben, net als Maringen ben ik ooit in het filiaal in Douwendaal als opruimer begonnen. Weet je nog in welk jaar? Ik denk dat 1979 was, weet ik niet zeker, 78 of 79. Dus dat was nog piepjong en wat kilo's lichter. En dacht na een jaar van nou, leuk hier zo om te werken, maar... Ik ben iets meer, dus ik ga een opleiding volgen en ik heb zo'n 4 jaar lang een opleiding gevolgd. Een bibliothecarisopleiding? Een bibliothecarisopleiding, ja. De net nieuwe BDI-opleiding was het toen en dat was part-time. Ja, nou ja, en ik heb hier natuurlijk ook op dezelfde afdeling met jou gewerkt. Maar voor zover ik me kan herinneren, heb je wel altijd bij de afdeling jeugdmuziek gezeten, toch? Ja, ik heb heel lang bij de jeugdbibliotheek gezeten. Dat is toch een goede combinatie met die onderwijsopleiding. Dus dat vind ik een groep kinderen, we deden kinderboekenweek, klassenbezoeken, speurtochten. Feesten in het toen nog lege Zeeuws Museum in de kinderboekenweek. Dus ik heb heel veel op jeugdterrein. Ja, ja. Maar ook, wat ik mij ook gewoon goed herinner, ik was natuurlijk altijd een beetje de digitale speurtocht hier in de bibliotheek van hoe gaan we vernieuwen en bloggen. En, maar ik vond jou ook altijd wel een van de meest digitale collega's. Hè? Jij had ook wel een blog. En, doe je daar nog steeds veel mee? Of, Ik blog niet, maar ik heb wel het idee van nou, ik zou eigenlijk weer willen beginnen. Ook omdat ik graag fotografeer, dus op zich vind ik het wel leuk om... een beeld per dag of zo neer te zetten of en af en toe een keer een stukje verhaal, maar daar moet ik mezelf nog een beetje in uitvinden van welk platform ga ik daarvoor gebruiken en ja, want bij jou loopt toch ook altijd net als bij mij werk en privéleven behoorlijk door elkaar. Ik zie je veel delen over je privéleven, maar ook echt over je werk gewoon altijd. Ja. Dus ja, en daar zit eigenlijk wel wat parallellen in, dus dat ik nu wat werk doe is toch vooral bezighouden met hoe kan iedereen meedoen in de samenleving, vooral op digitaal gebied. En privé is dat meer met LHBTI-rechten, dus dat is ook meer aan meedoen. Ja. Iedereen telt mee, je mag er zijn. En hoe kun je inclusie en zo, ja. Inclusie is al een rode draad in het geheel. Maar wat is dan nu op dit moment precies je functie bij de ZB? Ik heb twee functies. Ik ben domeinspecialist basisvaardigheden en dat betekent voor mij dat ik me bezighoud met onze digitale cursussen, dus Klik en Tik, Digisterk, rondom de DigiD, allerlei workshops waarvoor we allerlei vrijwilligers hebben die die cursussen geven. Samen met mijn collega Ricardo zijn we nu bezig met aanbod rondom de Belastingdienst. Oh, daar ondersteunt de bibliotheek ook. De bibliotheek heeft natuurlijk een conformant met de Belastingdienst dat we een aantal dingen doen. Ja. Dus we stellen PC beschikbaar, mensen kunnen hier aangifte invullen, maar dat kan even niet. We doen spreekuren, kan ook even niet, maar dat gaan we nu voor een deel online proberen te doen samen met Scala. En we geven de cursus om mensen digivaardiger te maken. We hebben een loket digitale overheid. Dat hebben we hier in de bibliotheek. Dus als mensen vragen hebben over toeslagen of hoe kan je nou huishoudelijke hulp regelen, dan laten wij de informatie zien. Dus we gaan niet het hele formulier invullen voor de mensen. Dan kijken van nou, u moet op deze website zijn, daar moet u inloggen, dat doet u dus en zo. Ja, want de bibliotheek is eigenlijk ook gewoon voor allerlei mensen die er zelf niet uitkomen met overheidsinformatie, ja. Dat soort dingen. Dat hebben jullie eigenlijk invulling gegeven. Hoe zie je het komende jaar tegemoet? Want iedereen begint nu toch een beetje het gevoel te krijgen dat we het bijna van ons af gaan schudden, of zie je het nog somber in? Het zou mooi zijn als we inderdaad vanaf april of zo weer een beetje open kunnen en dat het zeg maar, gaandeweg meer uitbreidt. En misschien dat de vaccinaties ook nog een rol in kunnen spelen. Dat ze dan bijvoorbeeld ook alweer wat spreekuren zou kunnen organiseren op afstand. Ja, ik vind het best een lastige. De bibliotheek wordt ook niet. We hebben zo'n ZB-bus, waar ik dan projectleider van ben, die ook mensen helpt met de digitale overheid en met een laptop of met een tablet. Dat is een kleine ruimte waar je... Kan je dus eigenlijk ook nu niks mee doen. Dus jij kijkt wel rijkhalsend uit naar een oplossing voor dit hele... Ja. Wat we wel doen is vanaf het bureau bijvoorbeeld mensen helpen met bijvoorbeeld de online bibliotheek. We hebben dan de e-books en de luisterboeken die je online kunt lenen. Ik vind het wel fijn als je gewoon snel en goed geholpen Ja. Dus als mensen met een positieve ervaring
terugkijk op de dienstverlening, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar ja, goed, jij doet het werk al meer dan 40 jaar, maar je bent nog steeds enthousiast genoeg om dat ook inderdaad sneller goed te doen. Dus Henk, complimenten en op dat de zomer maar weer wat normaler mag worden. Hè? Daar ga ik voor. Ja, precies. Oké, dankjewel.